is reuze blij. Snuffy, Knorretje en Boris Beer. Kijk, ook Betje is er weer. Lekker buiten, iedereen. Niemand blijft alleen. Nijntje. Een lief klein konijntje. Nijntje. Een pinker konijntje. Nijntje. Knuffel konijntje. Het orkest van Nijntje. Nijntje is dol op muziek. Ze speelt blokfluit. Dat klinkt mooi, Nijntje, zegt moeder Pluis. Maar dat liedje klinkt nog mooier met meer muzikanten. Ik ga Aagje uitnodigen, roept Nijntje. Zij kan accordeon spelen. Ja, zegt moeder Pluis. En Betje Big speelt heel goed contrabas. Ik zal haar bellen en vragen of ze ook mee wil doen. Natuurlijk wil ik meedoen, zegt Betje aan de telefoon. Ik vind het leuk om muziek te maken. Kan ik mijn kleine nichtje Knorretje meenemen? Ze logeert deze week bij me en ze speelt piano. Ach, zegt moeder Pluis, dat is jammer. We hebben geen piano. Neem Knorretje toch maar mee. We verzinnen wel iets waar zij op kan spelen. Daar is Aagje al. Nu kunnen ze het liedje met z'n tweeën spelen. Op weg naar Nijntjes huis heeft Betje veel moeite om met haar zware contrabas op de heuvel te komen. Eindelijk komen zij en Knorretje aan. Nijntje, Aagje en Betje beginnen met z'n drieën te spelen. Klinkt goed, maar voor Knorretje is het niet leuk. Zij heeft niets om op te spelen. We hebben geen echte piano, Knorretje. Maar ik heb wel een mooie speelgoedpiano. Ik weet zeker dat je daar ook op kunt spelen. Nu kunnen ze allemaal samen spelen. Dat klinkt goed. Pinker konijntje, Nijntje, knuffel konijntje.